Hallo reviewvrienden van een wel gevormd en bijzonder goed leven. Welgevormd leven? Is dat nou weer voor onzin? Nou, hoe is hij daar? Hier is hij toppie. Want het weekend was weer om door een ringetje te halen. Lekker gegeten met vrienden, lekker geborreld, op terrassen gezeten. Het was weer een klapper. 3 dagen achter elkaar feest. Ik weet niet hoe lang ik dit nog vol ga houden. Ik begin namelijk aardig oud te worden. Het begint een beetje dat het maandag is. Dat je dan uit je bed komt. En dat je denkt, misschien eindig ik vandaag wel op de IC. Weet je, ik ga misschien gewoon een beetje te hard. Maar laten we wel wezen. We gaan zo een review doen hoor. Ik denk dat het ook met corona te maken heeft. Want iedereen om me heen is ook alleen maar aan het feesten. En aan het zuipen. En eten. We hebben vakanties. Iedereen is zoiets van... Nou, we mogen van de overheid mogen we een beetje vrijlopen. Laten we er een beetje van genieten voordat die gekken ons weer opsluiten. Het is toch ongelooflijk eigenlijk, hè? Maar goed, wel lekker als we straks weer een lockdown hebben. Dan kunnen we tenminste een beetje thuis uitrusten. Vooral het getetter. Precies. Dat zit er onder een doodje. Maar dat is nog een beetje opgestuurd. Laten we even kijken. Moeilijk appelsap. Heb ik iets tegen appelsap? En het antwoord is... Nee. Ik heb niets tegen appelsap. Ik vind appelsap gewoon eigenlijk wel lekker. Ik ben een keer bij een appelsapfabriek geweest. Toen vond ik appelsap een tijdje niet zo lekker. Want er kwamen dan vrachtwagens vol met appels. Waarvan 3/4 een soort van verrot was. En die werden dan vermalen. Dan zag je dus echt gewoon wit beschimmelde appels. Alles ging erin. En dat merk je natuurlijk niet. Die raak je kwijt. Alleen, ik had toch het idee dat dan gesorteerd werd. Van nou, deze niet. Deze is zeg maar een beetje verrot. Gaat er allemaal in. Dus hier zitten gewoon rotte appels ook in. Ja. Ja, ik verzwijg dat soort dingen niet in mijn reviewkanaal. Kijk, luister, dit is een kanaal, een soort keuringdienst van waardeachtige proporties beginnen te krijgen. Dus ik doe ook onthullingen. Zo ook over de rotte appels en de appelsap. Goed, en wat hebben we hier? Boomgaard appelsap, troebel, oh natuurlijk troebel van Appie. Natuurtroebel appelsap. Alsof dat heel knap is, de troebel. Het is altijd troebel. De appelaren. Natuurlijk even schudden. 100% fruit. Ja, die is ook troebel. Dan staat er dan niet op. Dat zou ik wel heel blij zijn dat het troebel is. Ja. En dan hebben we hier Flevosap. De sap waar je de smaak ziet zitten. Wie heeft dat dan weer verzonnen? De sap waar je de smaak ziet zitten. Wat een onzin. Dit zet ook, denk ik, op prijs. Want dit is een huismerk, dat is dan goedkoopst. Dan deze, want deze ziet er wel heel duur uit. Deze is wel heel duur. Kijk, en waar dit ook een liter is, is dit ook 75 centiliter. Dit is een soort reserve. Dit is de allerchiekste ooit. Dus dat is verschrikkelijk veel duurder dan die, want hier krijg je gewoon een kwart minder. Maar 100% appelsap, ja, allemaal leuk en aardig. Mijn tweede verhaal wat ik over appelsap wil vertellen is dat jonge kinderen krijgen vaak appelsap. Omdat dat gezien wordt als lekker, dorstlessend, edel gezond. Dat is het natuurlijk niet. Het is alleen maar suiker. Het is alleen maar fructose. Als je geluk hebt zit er dan nog 2 cryptologische vitamine C bij. Maar dan houdt het ook wel op. Maar ik ga je iets anders vertellen. Veel kinderen die krijgen de scheiterij van appelsap. Oh Jan, hoe komt dat dan? Ga ik je vertellen. Appelsap is natuurlijk altijd zoals je hier ziet in deze flessen. Troebel. Want dat is niet... Nee, daar kan je niet doorheen kijken normaal. Dus wat doen ze nou? Met een heel procedé, en daar heeft ook wat chemie mee te maken, kunnen ze dus van appelsap zo'n doorzicht appelsap maken. Kijk, ze maken het eerste concentraat en dan mieteren ze er water bij. Maar om het dus niet troebel te maken, dan moeten ze er wat voor doen. En sommige kindjes kunnen daar niet tegen. En ja, ik raak daar dus aan de scheiterij van... Ook weer eventjes, dat vertel ik ook gewoon even, hè. Dit gaat steeds dieper, dit programma. Die van Appie de Gappie, die is dus geel niet doorzichtig.
Die van Flevosap is meer doorzichtig en die heeft echt een totaal andere kleur. En deze komt ook niet in de buurt van de Appie de Gappie, want deze is meer groen dan deze geel is. En het vreemde is natuurlijk, ze claimen allemaal 100% appelsap te zijn, zonder bijvoegingen. Maar hoe kan het dan dat die kleurverschillen zo enorm zijn en dat deze bijna transparant is? Ja, nou ja, ik stel de vraag, ik weet het ook niet. En ik vind dat Albert Heijn doet zo ontzettend stoer dat er ze troebel zijn, dat ik me afvraag of ze misschien even extra hebben aangezet. Want deze is toch echt even iets anders dan die of die? Nou ja, laten we maar gaan proeven. Je moet even schudden, want die troep ligt op de bodem. Hartstikke goed. Hartstikke leuk. Meneer Kijker, dat is toch echt, dat is toch totaal anders dan dat? Nou, en de chique poesensap. Van de appelaire. Die ziet er zo uit. Ja, zeg het maar, hier. Zie. Ongelooflijk. Maar goed. We gaan doen wat we moeten doen. We gaan voor goedkoop natuur proeven. Ja, als ik dat niet doe, dan slaat het helemaal nergens meer op. Hoe heet dat? Boomgaard appelsap. Natuurlijk troebel. 100% appeltjes. Van de Appie de Gappie. What can I say? Appelsap. En ik vind het lekkerder dan die. Zeg maar, appelsientje, waar je doorheen kijkt, appelsap. Of laat ik zo zeggen, uit appelsap uit concentraat. Ik vind dit lekkerder. Het voelt ook gezonder aan, terwijl het gewoon natuurlijk allemaal hetzelfde is. Prima appelsap. Ja, wat moet ik ervoor zeggen, hou er eens op. Gaan we naar de duurdere. Die van Flevosap. Die is minder troebel. Is... Ingrediënten, 100% appelsap. Maar hoe dat dan komt dat je er hier doorheen kan kijken, daar niet. Dat werd alleen Flevosap. Nou, die heb ik niet aan de lijn. Smaakt heel anders dan die. Hé. Er zit meer smaak aan dan alleen appelsap. Ik snap niet wat. Ja. Ja. Ik weet het. Deze is niet alleen maar zoet. Dit is gewoon een zoete kledder. Dit is, er zit ook een zuurtje in. En dat is niet zo vreemd, want in een appel zit ook een zuurtje. Dus deze komt eigenlijk meer in de buurt van een appel. Maar hebben ze hier dan een schep suiker bij gemieterd? Waar hier 100% appelsap in zit, zit hier opeens antioxidant orcabinezuur ingemieterd. En dan geen suikers, maar wel een E-nummer wat die hier niet in zit. Ja, niet dat weet ik van wat het verschil is. Nou, dan gaan we naar de allerduurste. Ingrediënten appels en vitamine C. Vitamine C? Hier hebben ze vitamine C bij gepleurd. Ja, dit is de Grand Cru Reserva van de appels. Tot sap gemalen en in een glazen fles gedrukt. Nou. Een hele goede wijn. Proef je het verschil, hè? Dat je wat meer voor een flesje betaalt. Maar hier zit gewoon geen verschil in. Ja, hier zit echt geen verschil in. Ik heb het even opgezocht. Deze is bijna twee keer zo duur als deze. En er zit dus een kwart minder in. En het is dus precies dezelfde appelsap als dit. Dus ja. Nee, dat is niet helemaal hetzelfde.
helemaal hetzelfde. Het is wel lekkerder. Tijd voor de cijfertjes! In het appelsap-experiment. Waarom gebruiken die mensen eigenlijk glazen flessen voor dit soort sap? Waarom zou je niet troebel appelsap in een pak kunnen mieteren? Want ik denk namelijk dat mensen dan denken dat, oh, glas, dat is dan vast een beter. Ik denk dat de mensenbrein zo werkt. Enfin. Het is misschien niet zo aardig. Maar ik vind de flevosap niet de lekkerste. Maar ook niet de, ik vind het eigenlijk gewoon de minst lekkere. En dat is dus het middensegment. En ze doen hartstikke hun best met een gezellig vrolijk appeltje erop en alle boel. Het is wat meer een zuurtje zit erin. Maar ik vind niet echt de smaak niet echt heel erg lekker. Ik word er niet blij van. Ik krijg een 5. Een 6 voor de goedkoopste. Die van Appie de Grappie. De troebele vrouw. Ik vertrouw het niet. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik vertrouw deze fles niet. Want dit is te troebel. En overal staat troebel, troebel, troebel. En dan denk ik, ja, waarom wil je dat nou zo heel graag duidelijk maken? Nou, dat komt misschien wel door dat ene wat ze in hebben gemieten, dat hij daardoor extra troebel is geworden. I don't know. Maar ik vind het te troebel. Maar, dat is wel een prima sapje hoor, ik krijg gewoon 6. Nou, en de dure is dus in dit geval wel de beste. De appelaren, natuurlijk even schudden, 100% fruit. Ze hebben er vitamine C bij gepleurd, als je dat zou willen. Is dat misschien ook leuk. Kostbaar, edoch, smaakvol. Deze heeft het eigenlijk allemaal. Die heeft het wat meer troebelen dan dit. Die heeft het zoete van die. Die heeft ook het zuurtje van die. Maar deze toch even een stukje lekkerder van smaak dan deze twee. Die krijgt een 7. Nou, ik stop ermee. Nee, niet helemaal hoor, maar vandaag. Want ik heb nooit zoveel appelsap gedronken in mijn leven. Nou ja, dag. Maak er een mooi dagje van. Ik ben niet zo van de appelsap, toch? Was vroeger, nu niet meer.